Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag 14 mei. En dat betekent dat ik morgen mijn examen heb. Maar voordat we met de video gaan beginnen, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert hier beneden op de rode knop. Dat is helemaal gratis en dan kunnen wij gewoon beginnen met de video. Oké, het is vandaag dus maandag. En morgen heb ik mijn centraal examen. Want ik moest, voor de mensen die mijn video's nog niet zo vaak hebben gekeken, alleen mijn Engels herkansen. Omdat ik vorig jaar op 1/10 voor mijn Engels ben gezakt. En ik heb morgen op dinsdag 15 mei heb ik mijn Engels. En ik ben zo zenuwachtig. Het is echt niet normaal. Want ik heb een soort van het gevoel dat mijn hele leven hiervan afhangt. Dus ik moet het morgen gewoon gaan halen. Ik heb wel het hele jaar me voorbereid. Ja, het is lastig om je voor te bereiden voor leesteksten. Ik heb al heel veel examens geoefend en woordjes gedaan. En ja, gewoon probeert zoveel mogelijk eraan te doen. Maar ja, het is wel heel spannend. Ik heb hem morgen om 1:30 middags. Dus ik ga dat morgen voor jullie allemaal filmen. Maar ik wil er alvast even een intro aan maken, zodat jullie dat weten. Er komen binnenkort ook wat losse vlogs online, want ik ga na mijn examens echt hele, hele leuke dingen doen. Maar morgen is echt nog heel erg spannend en ik ga hem ook gelijk nakijken. Dus dan weet ik waarschijnlijk of ik ben geslaagd of ben gezakt. Dus ja, wat ik nu ga doen is werken. En dit is alvast het begin van de video. En dan zie ik jullie morgenochtend op de dag van mijn examen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 15 mei. En ik heb vandaag mijn Engels examen. Ik ben zo zenuwachtig. Ik kan het echt niet uitleggen. Op een of andere manier denk ik, het gaat gewoon lukken. Ik moet een fucking 4,2 halen. Waarom zou het niet lukken? Het is vorig jaar heb ik 2 keer erboven gehaald. Dus het moet eigenlijk wel lukken. Alleen ja, ik ben gewoon zo zenuwachtig. Als het niet lukt, ja, daar ben ik dus bang voor. Ik heb mijn make-up gedaan. Het is vandaag heel lekker weer. Maar deze trui vind ik super lekker zitten. En deze broek vind ik heel erg lekker zitten. Dus ik dacht, het maakt me ook niet uit. Ze hebben daar toch airco. Dus ik doe dit aan. Het is nu, even kijken, 11:30. Dus over precies 2 uur begint mijn examen. Ik ga over een uur weg. Zodat ik gewoon op tijd ben. En ik ga gewoon met de auto er naartoe. En ik ben zo zenuwachtig. Want ik ga het ook gelijk nakijken. Dus ja, jullie weten zo meteen ook of ik ben geslaagd of gezakt. Tenzij het natuurlijk aan de endterm ligt. Maar dat hoop ik echt niet. Want dan is de stress echt alleen nog maar erger. Nou, ik heb gisteravond nog een Engelse film gekeken. Om er toch nog een klein beetje in te komen. En ik moet nog even mijn tas inpakken. Dus nou, als eerst heb ik hier een clipje om mijn haar vast te zetten. Mijn Luzak tas. Mijn woordenboek. Koptelefoon. Flesje water. Etui. En deze geluksteen die ik van mijn moeder heb gekregen. Dus dit heb ik als enige nodig. En natuurlijk wat eten, maar dat doe ik er zo meteen in. Ja. Ik ben echt heel erg bang. Oké, ik zit nu in de auto. Ik ben zo, zo zenuwachtig. Ik kan het echt niet meer aan, maar ik ga dus nu naar school rijden. Ik ben lekker op tijd. En ja, dan ga ik mijn examen maken. Maar ik ga nu heel eventjes harde muziek en naar school rijden. Dus ja, ik zal zo meteen als ik bij school ben nog eventjes iets filmen. Dus ik zie jullie. Nou jongens, de brug was open. Die gaat gelukkig nu weer dicht.
But I can. Precies als ik mijn examen heb, gaat het lopen. Nou ja, vorige week toen ik hier stond, had ik een boete. Dus ik moest een parkeerkaartje kopen. Kost het gewoon 7 euro. Niet te doen. Dus ik was ook nog eens geld om mijn examen te maken tegenwoordig. Maar ik ben bij school. Ik voel me eigenlijk best oké. Ik ben wel echt super zenuwachtig. Misschien merk je het ook wel aan mijn gedrag. En ik trail wel heel erg. Maar op een of andere manier denk ik gewoon, ja, het moet gewoon gaan lukken. En ik ga gewoon heel erg mijn best doen. En meer dan mijn best kan ik ook gewoon echt niet doen. En iedereen die nog examens heeft, heel veel succes. Ik ga mijn camera hier laten. Ja. Ik ga gewoon nu mijn examen maken. Ik ben echt. Dus, jullie zijn de eerste die het weten hoe het ging met mijn examen. Dus ik ben over 3 uur ben ik weer terug. Oké, ik ben terug van mijn examen. En hij was echt kapot moeilijk. Sorry hoor, maar dit sloeg echt. Dit overtrof echt alles. Het sloeg echt zo nergens op. Hij was zo moeilijk. Dus ik heb zoveel stress, maar ik heb hier de antwoorden bij me. En om 5 uur komen de antwoorden online, dus dan ga ik het gelijk nakijken. Maar als hier een 4 uitkomt, dan is het echt een wonder. Maar het is zo raar, want ik heb alle examenteksten gemaakt. Echt alles. En vorig jaar heb ik ook examen gedaan. En nou, dit kan je hier niet mee vergelijken. Misschien ligt het aan mij, maar hij was ook echt kapot lang. Ik heb niks kunnen nakijken extra. Dus ik ga nu naar huis rijden en dan zien we het wel. Oké. Ik ben een uur verder, maar ik heb nagekeken. En ja, het is weer echt super spannend, want ik moet een 4,2 halen. En waarschijnlijk heb ik zonder M-term, want ik heb het uitgerekend, ik heb 22 punten, een 4,2. En met een N-term 2 heb ik een 6,2. Dus ik ben waarschijnlijk geslaagd. Dat weet ik niet heel zeker, want je kan natuurlijk niet die open vragen iemand beoordelen als een docent. En eentje, daar twijfelde ik een beetje over, maar waarschijnlijk ben ik geslaagd. Dus ik ben zo erg opgelucht. En ik wil echt de mensen, ik wil echt, als jullie Engels hebben, wil ik echt jullie mening weten. Of als je van andere mensen hebt gehoord, laat alsjeblieft weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga nog wel een klacht indienen, want hij was echt absurd lang. En ik ga nu lekker naar het strand. Lekker eten. Dus daar heb ik super veel zin in. En ik ben zo opgelucht. En ik hoop zo erg niet dat ik een herkansing heb. Maar ja, wij gaan nu lekker naar het strand. Oké, ik ben weer terug van het strand en het was heel erg gezellig. Alleen ik dacht, als ik de vlog nu gelijk edit, kan ik hem morgen online zetten. Dus dan is dit voor jullie gisteren gefilmd. En dan is het ook nog allemaal een beetje recent. En dan kan ik vragen aan jullie hoe jullie Engels examen is gegaan. En dan wens ik jullie nog allemaal heel veel succes met jullie examens. Ik hoop dat het super goed gaat. Stel, je hebt een vraag, je mag altijd vragen in de comments. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. En ik heb lekker vakantie. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal. En even een duimpje omhoog doet. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!